Ja, er zijn natuurlijk nog meer bijzonder. Hè. De UEFA Cup nog meegemaakt, winst. De Feyenoord Ajax zijn vaak toch, ja, blijft toch de klassieke. Ook nog zo'n mooi verhaal tussendoor. Want je vraagt naar anekdotes. Er was eens een keer een ventje. Ik heb dat verhaal eens meer verteld. Ik heb natuurlijk altijd een mascottetje bij me staan. En prachtig zo'n keer. Maar vaak hartstikke zenuwachtig. Dus ik ga meestal van tevoren in de catacomben een beetje tot rust brengen. Ouders. Ook nerveus, want die willen foto's maken. En die zijn soms nog wel eens nerveus als het ventje. En die staat ze te trillen. Beetje rustig. Kalm aan, gaat allemaal goed komen. Nou, dan zijn ze op het veld. Maar ik had een ventje, daar was op een gegeven moment, die was zo nerveus. Er kwam geen woord uit. Dus ik praatte maar, geef helemaal niks, want dat is wat, hè, zo'n stadion, noem maar op. Maar dat was bij Feyenoord Ajax. Maar op een gegeven moment, ik vraag dus ook altijd, wat denk jij wat dat gaat worden bij deze wedstrijd? Maar ik kreeg er niks uit en ik ging maar door. Ik zeg, kun je misschien wel vertellen wat jij denkt dat het gaat worden? Nou, uit het niets. Hij ontplofte bijna. We rollen ze op met 3-1, zegt hij. Dus dat hele stadion lag in een deuk. En het mooiste is, het werd ook 3-1. Dus dat zijn leuke verhaaltjes. Ja.